hartstikke leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Devour en more. En vandaag ga ik op pad met MMT, met de Audi Q7 en de Lifeliner. Dat is 17, dus Lifeliner 2. Deze is door Top Mods gemaakt en met de skin van Rowan Waslijn. En dit is de Audi Q7 van Wandertje en Lars Labré. Super vet allebei. We hebben nu de eerste melding al. De ambulance rijdt met mij mee richting een persoon die niet aanspreekbaar zou zijn. MMT zou zijn gevraagd. We pakken de auto voor deze melding. Ja, hij is inmiddels te downloaden. De vorige video was hij nog niet te downloaden, nu wel. Wat me alleen opvalt, en misschien heb ik toch weer de verkeerde, maar ik dacht het niet, is dat nog steeds als iemand rechts of hier wilt instappen, gaat hij daar zitten en doet hij de verkeerde deur ook open. Kan ik aan mij liggen. Ambulance is ter plaatse. De sirene is trouwens ook aangepast. En die hebben jullie nog niet gehoord. Of ja, misschien zeggen jullie wel geen verschil. Er zit nu in ieder geval een versneller bij. Dat zat er bij de vorige niet bij. En dat vond ik best grappig dat iedereen dat zei. Want mensen zijn geloof ik voor mij gewend om de versneller te gebruiken. Dat ik hem gebruik. En ik gebruikte hem niet. En iedereen was, ja, mooie sirene. Maar er zit wel een versneller bij normaal gesproken. Ik moet nog even snel iets doen. Anders zijn we de heli dadelijk kwijt. Dus jullie gaan het horen met de sirene. En dus glad. Maar dat is het al de hele maand november geweest. Dus in december kan het nog wel glad zijn. Linksonder kunnen jullie meekijken hoe ik stuur, wanneer ik gas geef, wanneer ik rem, wanneer ik bijna uit de bocht dreig te vliegen, en dat zie je dan wel als mijn stuur heen en weer gaat. Wat ik inmiddels weet met deze mod, met deze sneeuwmod, is dat je eigenlijk zo weinig mogelijk moet remmen. Gas loslaten, rem meer af dan de rem indrukken. Ja, trouwens, al die video's waar de Volvo V90 overal rondjes draaide en gek deed, heb ik aangepast. Of ja, niet aangepast, want ik heb de Volvo V90 verwijderd, maar het ligt blijkbaar aan de Washington en dat is het slot waar die op stond. Dus nu heb je andere auto's die rondjes draaien, maar ik ben ze nu niet tegengekomen, even afkloppen. Maar dat is dus echt puur, ja, voor zelf. Opeens vanuit het niks, vanuit het niks kun je opeens van links in je zijkant een auto hebben hangen. Kan sowieso, maar ja. Nou, meldingloos. Wij gaan door, terug naar het vliegveld. Daar zullen we niet aankomen, want het is meestal druk met deze mod in het algemeen. En dus ook met de meldingen. Ik ga hem inhalen, die cabrio. Het is min 5 of zo. Het is niet heel ver, maar toch wel. Even kijken. We zetten hem even hier. We gaan de melding inlezen. Persoon niet aanspreekbaar. We kijken de route even. Oké. Dat is veel snelweg dus. Moet goed komen. Top ambulance is bijna ter plaatse. Ambulance is ter plaatse. We gaan het horen dan.
rechtste langs. Schiet op zo. Aangezien het nog steeds heel glad is, ga ik niet volle snelheid hier die snelheid over. Want stel dat doet, normaal kun je vol in de remmen gaan als iemand voor je iets raars doet. En dat red je meestal dan wel. Stel nou, ze gaan niet naar rechts, maar naar links en gaan stilstaan. Maar nu heb je dat niet zo. Gaat het toch wel bijna. Ik wilde de rechtse vrije baan pakken, mensen. En om te plaatsen. Hoi. Vertel, ik ga eens kijken voor je, ja? Het leven is 48%, dat is niet heel laag of niet heel hoog als je in een videospel zit. Zoals we dat kennen. Hartslag 61, ademhaling 12, saturatie 91, bloeddruk 125 over 89, temperatuur 36. 6 vind ik nog hoog voor iemand die met een t-shirt op straat in de sneeuw ligt. Dus we gaan sowieso wat zuurstof toedienen. En wat andere medicatie, ik weet het niet, hij was niet inspreekbaar, gaan we dat bekijken. Bloedsuikertje prikken, dat soort dingen allemaal. Ja, goed, we drukken op Griekse ei, geloof ik. Ja, oké, we gaan met hun mee. En naar het ziekenhuis, wij gaan niet mee. Ja, de rest zijn niet echt mods waar je uitgebreid medicatie kunt doen die de handelingen uit kunt voeren, dus ja, dat we zullen deze aannemen. Melding chest trauma, oftewel een trauma aan de borstkast waarschijnlijk, en dat kan van alles zijn. Er kan een mes in zitten, er kan een schotswond zitten of een hartinfarct, pneumothorax, hoe dat zo mooi heet, een klaplong. Nee, vrije ruimte. Ah, oeh, dat scheelde ook niet veel. Ik heb zo'n gevoel. Nee, ja. Ambulance ter plaatse, die gaan mij ook zo snel mogelijk nog vertellen ook. Rechtsaf is keurig. Ja,
Audi, wat doe je nou? Ik ben meer geconcentreerd op het rijden dan dat ik ook wat zeg. Dus tijdens de spoedrit ben ik gelukkig altijd wel wat stiller. En zeker nu met sneeuw en gladheid. En naar rechts. Dankjewel. Heel veel knopjes op mijn stuur, dus het is altijd maar net de goede knop vinden zonder naar je stuur te kijken. Maar als ik nou weer naar mijn stuur kijk, dan zie ik het beeldscherm niet meer en dan ga ik rare dingen doen. Of dan gaat mijn auto rare dingen doen. Dus het is altijd een gok of ik in één keer het juiste knopje indruk. Dit is een trauma aan de borstkast en het zou hier op het strand zijn. Wow, daar gelijk hard door. Terug toch de bocht niet heel snel of scherp wilde maken. Zou je met sneeuw, als het echt gewoon het hele strand vol met sneeuw ligt, zou je er dan wel op kunnen rijden? Kijk, ik weet hoe het gaat, als ik nu op het strand op rij, dan zijn er sowieso 100 mensen die zeggen, je kunt niet met je auto op het strand, kun je vast zitten. Denk van, flikker een ende op, ik zeg je net, of het wel of niet kan. Net zoals met Rijkswaterstaat, allemaal super grappig. Want ik zeg van degene die nu nog in de comment... Oh shit, ik zit in het zand. Ja, zie je, dan krijg je dat weer. Degene die nu nog in de comment zegt van Rijkswaterstaat mag niet arresteren, die sla ik. En er waren toch wel mensen die het proberen. Of die het gewoon doen. Goed, dus wij pakken onze... Wacht even. Onze shit. Je zet zoveel dingen op die ik nog helemaal niet heb laten zien, zeg maar. Zoals... zit er niet op. Ergens zit er... Oh, wat doe ik? Wat is dit? Zo. Werkverlichting zat ook nog juist, dacht ik. Oké, we pakken onze spullen en we gaan daar naartoe. We gaan maar even rennen, want ja, normaal ren je nooit, hè. Dan is het altijd gewoon rust bewaren. Niet rennen. Hoi. En we lekker chill blijven. Want als je zelf valt heb je twee slachtoffers in plaats van één. En dan gaan we even rennen, anders duurt het zo lang voor de bier zijn. Hoi, wat heb je? Weet je er al? Nee, oké, mooi. Ik ga eens kijken. Kijk naar de borstkas. Hij ademt wel. Ja. Eerste ingreep kleur is niet afwijkend. Oeh, die gaat heel slecht. Bloeddruk laag. Hartslag zeer laag. Medicatie. Rekenfusjes vormen, medicatie aanhangen, vloeistof aanhangen, scoop en run. Zo. Op de brancard meenemen, ik rij met jullie mee. Ik zal een stuk meerijden, maar ik denk eigenlijk dat hij niet echt, dat ze echt naar het ziekenhuis rijden. Ik heb het één keer gedaan geloof ik, maar dat was om de hoek van het ziekenhuis. Dus ik wil het wel eens zien of ze echt een weg gaan vinden. Ze gaan niet rijden, dan ga ik ook niet rijden.
We gaan terug naar het vliegveld. We hebben hem even uitgemeld. Zo! Hier genieten we nog even van ondertussen. Hier spreekt de politie. Zet uw voet uit. Soepel, ze schoot geloof ik vanuit de auto terug en toen was hij dood. Moeten we hem helpen? Nee toch? Nee. Jullie bellen maar een ambulance. Als we zo meteen een melding krijgen, persoon neergeschoten, weten we waar het vandaan kwam. Wat wil ik zeggen? Wat was ik aan het zeggen? Ja, meldingen uitgezet zodat we ook nog even de heli kunnen gaan gebruiken. Dus laten we die eens gaan oppikken. Dus dan zie ik jullie zo op het vliegveld. Bij de heli. Oké, okay, daar zijn we weer. Helikopter staat er nog gelukkig. De Audi staat natuurlijk op zijn plek. We krijgen een melding van een voertuigongeval. En dat kunnen we nu niet zien waar dat is, denk ik. Dus we nemen hem gewoon aan. Ik hoop niet dat het in om de hoek is. Nee, dat is wel een mooie plek om toch even met je heli naartoe te gaan. Dat gaan we ook doen. Maar, het zou geen uitdaging zijn natuurlijk als we met een controletje gaan vliegen. Dus we gaan met een... met het toetsenbord vliegen. En voor heel veel mensen is dat nog gebruikelijk, maar voor mij niet. Dus de W is omhoog, de S is omlaag, de 8 van het numpad is naar voren, de 5 is naar achter, de 4 is naar links, de 6 is naar rechts, maar de A en de D zijn ook naar links en naar rechts, zoals je ziet. Dus we gaan het zien. We gaan eerst omhoog, met een beetje 8, gaan we zo, een beetje naar rechts draaien, door middel van de D, gaan we dan ook, gaan we naar links draaien, door middel van de A, en dan gaan we met de 8 naar voren. Komt goed. Ik weet wel niet, ja, het MT mag zeker in het donker vliegen. Want het wordt avond, dus we zullen misschien wel onze terugkomst in het donker gaan houden. Even stoppen met naar voren vliegen en omhoog vliegen. Dan gaan we automatisch wel naar voren om even wat hoogte maken. Je wilt natuurlijk niet iedereen in het hotel de schrik van hun leven geven omdat er een laag vliegende helikopter voorbij komt. Ook al zit het bij het vliegveld. Zijn we terug op het vliegveld en nu krijgen we meteen een inzet persoon neergeschoten. En om het nou toch even goed te maken, ook al, ja, ook al is het daar wil ik zeggen, maar het is hier, want anders moeten we omrijden. We kunnen nu ook in één keer zoef en dan gaan we daar. Gaan we nogmaals met de heli. We starten alles op. Ambulance is ter plaatse. Ja, melding kan worden afgeblazen voor het MMT en dat komt denk ik best vaak voor. Want je hebt natuurlijk een primaire inzet en een secundaire inzet. En wat wil dat nou zeggen? Een primaire inzet is... zeg maar de melding komt binnen, ja, meldkamer ambulance, wat is er allemaal aan de hand, bla bla bla. Ja, hij is neergeschoten, dit, dat, oké. Of laten we zeggen een auto-ongeval, beknelling. En in sommige regio's, als ik het goed zeg, is dan standaard MMT inzet. Maar stel nou de ambulance komt ter plaatse, zoals nu, en die zegt van, wacht eens even, het is wel een ongeval, beknelling, maar zijn hand zit achter het stuur vast en hij kan alles nog bewegen en is aanspreekbaar. En dan ga ik krijgen tot ze zeggen van... weet je wat, laat het MMT maar weg. En dan is het einde oefening. Secundaire inzet daarentegen is dus echt specifiek een vraag van de ambulance ter plaatse om het MMT. Dus dan ga je ook niet krijgen dat een ambulance of een MMT alsnog wordt afgebroken. Wat wel kan zijn is dat ze zeggen van luister, wij gaan alvast richting het ziekenhuis, maar dat is best lang rijden, dus of jullie ons onderweg kunnen opvangen of opwachten. Dus dan spreken we bijvoorbeeld af om onderweg een landingsplek te zoeken of met de auto ergens naartoe te rijden. En dan meeten ze elkaar daar en dan wordt daar verder met de arts gereden richting het ziekenhuis. We zien de politie en de ambulance staan hier onder ons. We zien het slachtoffer hier ook liggen. Na normale procedures natuurlijk niet te dicht bij het slachtoffer landen. Misschien al te dicht. En die zijn ook nog eens tot ik mijn motor moet laten draaien. Dat is omdat de... hoorde ik bij ambulance, Air Ambulance ER of zoiets. Omdat je anders niet meer wegkomt uit het zand. Maar dat kan ik nu niet doen. Even aan het weten plaatsen. Het is persoon neergeschoten, politie is er ook, dus mooi, ambulance is er natuurlijk al
gaan eens kijken of het ernstig is. We kijken vooral weer bij deze naar het leven, als het ware, de held of hield, ik weet niet steeds hoe je uitspreekt. Precies naar hield zou ik zeggen. Of held, ja, ik weet het oprecht. Dat is heel belangrijk om te bepalen bij deze mod van is het ernstig, ja, is dood. Dus start reanimatie, we hebben een traumatische reanimatie. Misschien wel eens bij Ombu Channel al gehoord, traumatische reanimatie is een reanimatie door een trauma. Dus normaal in de thuissituatie, vooral oudere mensen, die kunnen zomaar opeens omvallen. En wat je dan krijgt is dat ze bijvoorbeeld hartritmestoornis hebben of dat het hart gewoon in één keer bam helemaal plat is, een platte lijn. Maar je kunt dus ook hebben, iemand is zodanig gewond geraakt door iets tot hij daardoor overlijden. Dan heb je dus een traumatische reanimatie. En zoals we bij Ombu Channel zagen, als je de video nog niet hebt gezien, zeker even kijken. De overlevingskans daarvan is zeer klein. We gaan nog eens, we zijn een tijdje aan het reanimeren, ook al is het maar 50 seconden. Maar we gaan eens kijken of we nu ander ritme hebben. Of juist een ritme. Hartslag 85. Ademhaling, ja, bloeddruk, we hebben... Nee, geen aan. Nee, stop. Hij is wel dood, maar we hebben hartslag en bloeddruk. We hebben saturatie. Ja, stop. Naar het ziekenhuis brengen. Normaal gesproken zou ik nu zeggen, één van deze twee heren, de arts in dit geval, stap in de ambu. Ik pik je wel op. Of wij pikken je wel op, de verpleegkundige en ik, in het ziekenhuis. Of bij het ziekenhuis, maar dat werkt zo helaas niet. Oké, ciao ciao. Hoi, hoi. Ik wil eigenlijk nog wel die Audi in één keer gebruiken, omdat ik gewoon vet denk. Maar de helikopter vinden jullie misschien gaver. Laat het maar even in de comments weten. Ik heb het de vorige keer geloof ik ook gevraagd, zo hebben we neergekeken. We gaan nu in ieder geval nog even naar het vliegveld terug. Pakken we nog even één keer de Audi voor een melding. En is het goed geweest voor vandaag, lijkt mij. Die gewoon aannemen. Yes. Ambulance is er al. Nou, dan is er dus een secundaire inzet. Daar gaan we nu vanuit. En waarom dan? Nou, de melding komt binnen, ambulance, bam, is ter plaatse. Dan zou je dus zeggen van ja, die waren er al. Die melding van ambulance ter plaatse, die kregen we direct. Dus we gaan ervan uit dat die er al waren. Dus die hebben MMT gevraagd bij een letsel aan het hoofd. Het kan van alles zijn, een neurotrauma, hoe dat soms heet, hersenletsel. Dat is ver. Foute keuzes gemaakt, maar we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon lekker met spoed rijden met deze Audi in het donker. Dat geeft wel vette reflecties. Adios. Normaal heb je bij een MMT dus ook tot je een piloot en een chauffeur apart hebt. Dus er is een MMT chauffeur en een MMT piloot. Die piloot rijdt dus niet. Dat wist ik ook niet, maar dat heb ik eens gehoord. Hoi handheving, doe je dat ding even voor me open? Nee, natuurlijk niet, want ja, dat zou het ook eens doen. Hè. Even zelf schakelen, hebben we wat meer grip op de weg. Of nog niet. Nee, komt goed. Je trekt alleen wat langzamer op. Nu vol gas en doet, zie je, dan kom je wat minder snel weg. Maar je spint niet, want als ik nou in zijn 1 in een automatisch stap, dan schakelt hij niet door. En MMT heeft ook een nachtsirene, die heb ik dan weer niet. Nachtsirene is eigenlijk een beetje politie-sirene. Voor mensen die hem alles hebben gehoord, kunnen dat zeker bevestigen, hoop ik. Ah kijk, dit vind ik altijd grappig. Dat zijn prostituees. En als je niet weet wat dat is, vraag het niet aan mij, vraag het niet in de comments. Zoek het ook niet op, hè, als je nog te jong bent. Maar dat zijn vrouwen die dingen doen, die mogen niet. Ja, nu lijkt het een beetje uit. Maar die rennen dus altijd weg als de zwaarlichte sirenes langs rijden. Niet in het echt, ja, in het echt waarschijnlijk ook wel. Maar hier in GTA. Let op, Turan. Ja, ik zag je wel.
vrije ruimte wordt hier op rechts gecreëerd, dankjewel. Had ook tussendoor kunnen gaan trouwens. Hier is de baan met de minste auto's. Eén auto, je wilt eigenlijk niet tegen verkeer in, dus dat was een goede oplossing voor deze SUV. Deze heeft men nog niet gezien en nu heeft hij hem gezien. Nooit uitwijken tegen het verkeer in voor een hulp, voor hulpdiensten doen. Laat het allemaal de hulpdiensten zelf doen. Geen zicht op rechts. Rechts staat stil, links ook. Normaal de S-stand in een automaat is dan wel een beetje anders. Je kunt daar ook bij schakelen, zelf schakelen. Alleen is het niet standaard dat je zelf schakelt. Of bij de DSG's in ieder geval en bij de BMW's dat ik weet. Maar hier is het wel. Maar S is het ja, sport eigenlijk. Ja, hier is sequential of zoiets. Normaal is het sport. Of misschien is het ook wel sequential. Maar dan gaat het net wat sneller. Maar daar heb je dus de optie om zelf te schakelen. Maar dat is niet standaard nou, in de automaten dat ik heb gereden. Hè. Het kan, maar het hoeft niet. Afstand houden, kijk wat daar gebeurt. Die gaat goed stilstaan op een plek waar hij denkt van dit is wel goed. Oeh, dat scheelt heel erg. Ik hoor een politie. Die zit achter mij. Is dat een B-klasse? Die maakt het zo'n kans hier. Wat is dat, een voertuig? Ja, ik heb maar zijn 5 versnellingen. Te plaatsen. Ik weet niet hoe ze op het strand zijn gekomen, maar dat ga ik niet doen. En vier parcours. Oh, wayo. Gek parcours. Die zijn niet zo gek als ik. Ja, het was Melingo weer, hoofdwond, ja, dat was hem. Ah joh, wat met jou? Ja, het zal wel niet aanspreekbaar zijn en natuurlijk ja. Ademhaling is goed, saturatie wordt verlaagd. Leven, om het zo maar te noemen, is ook wel redelijk goed. Hartslag 85 perfect, bloeddruk perfect, temperatuur perfect. Ik zou zeggen, neem mevrouw mee. Zonder spoed wat mij betreft, maar goed. Of ja, nou ja, als het niet aanspreekbaar was en zo. En, weet je, je kunt niet zoveel in GTA met dat soort dingen. Daarom vind ik de roleplay daar in dat opzicht altijd wel leuk. Daar kunnen mensen precies zeggen van ja maar ik heb een hoofdwond. Ja, wat zie ik dan in je hoofdwond? Ja, je ziet dat het de schedel zichtbaar is, ik zeg maar iets. Kun je daarop inspelen? Hier heb je dat allemaal niet. Je kunt hier wel vragen aan de computer van oké, ik heb een melding. Hoofdwond, maar wat zie ik dan? Ja, daar krijg je geen reactie op. Goed, ik ga de video beëindigen. Ik hoop dat je een leuke video vonden. Meldingen blijven binnenstromen, maar dat is goed geweest. Laat in de
reacties maar weten of je vaker met MMT wilt zien. Of jullie bijvoorbeeld... Nee, dit komt... Oh nee, toch niet. Ik wilde zeggen, het komt wel een beeld, de tekst, maar ik kan nog doorgaan. Laat maar even weten of jullie bijvoorbeeld een video willen zien alleen maar met de Audi. Of alleen maar met de helikopter. De helikopter, wauw. Alleen met de helikopter of gewoon lekker beide. Laat zeker even weten. En ik zou zeggen, tot over een... weet ik veel wanneer, een paar dagen, twee dagen. Komt goed. Tot dan. Doei.